Samen met Romaan rijd ik de stad uit. Grote en dure auto's maken plaats voor oude wagens en karren. Dit zijn de gebieden waar de ouderen worden weggestopt. Bijna niemand kijkt naar ze om. Hoewel, er is een opvang, maar die is erg slecht. Where are we now? Зараз ми знаходимося на території християнського благодійного центру Надія, який працює із людьми, які залишились без даху над головою, які не мають куска хліба, які нікому в суспільстві не потрібні, вони просто викинуті на вулицю. Deze noodopvang ligt luguber genoeg naast een begrafenisonderneming. Het is ook letterlijk uit nood geboren. Iets beters is er niet. Midden tussen de grafcirkel. Ja, dit is een van de kamertjes waar de ouderen worden opgevangen. Dit is een barak waar ik nu in sta. Verder kijken wat hier nog meer is. Dit is ook een van de kamers van de barak, zeg maar, waar de ouderen worden opgevangen, met name ook in de winter. Maar het is hier zo tochtig, ramen zijn kapot. En dit is dus een noodopvang, zoals ze dat hier noemen, vlak bij een begrafenisonderneming. Je kunt het je niet voorstellen, hoe dicht bij dood kun je zijn. Ja, hier woont dus ook iemand, een oude iemand, die hier slaapt. En dit is dan zijn thuis, om het zo maar even te zeggen. En als je dit ziet, dan ben je er wel van overtuigd dat er een nieuwe noodopvang moet komen. Een tehuis waar ouderen echt goed kunnen worden verzorgd. Waar het warm is in de winter. Maar dit kan echt niet. Wat een chaos. Dit is Lula. Met heel haar hart is ze deze noodopvang begonnen. Maar ze heeft geen financiële middelen. Zoals het nu gaat, kan het niet langer. Сначала у меня просто приют был для всех нуждающихся. В конечном итоге я решила заниматься этими людьми беспомощными, несчастными, которые никто не занимается в нашей стране. Hello. Ja, dit is het. In zo'n klein keukentje voor al die mensen wordt hier dus eten gemaakt. Met een kapotte koelkast. Het stinkt hier. Het is warm, onhygiënisch. Maar ja, goed, meer hebben ze niet. Потому что люди, которые остались без жилья, они приспосабливаются и в посадках находим, и на скамейках вот у нас. Многих мы уже похоронили, потому что они нуждались в лечении. Денег на лечение нету, медикаментов нету, в больницах не принимают. Мы кое-как умудряемся как-то здесь что-то доставать и каким-то своими народными способами лечить их. И они, конечно, не только грязные, немытые. Однажды старушку одну, которую мы приняли, я посмотрела, хотела снять с нее кофточку бордовую. Она была бордовая, но смотрю, она серая. И когда стала снимать, она вся начала шевелиться. De bewoners zijn helemaal alleen. Invalide man. Ja. Ze hebben alles achtergelaten. Wat de rest zijn hun herinneringen. Hallo. Hallo. I'm Jan. Nice to meet you. Please sit down. Don't you have any relatives, family who look after you? Мои хорошие друзья ушли из жизни. Есть два сына, но первая жена настроила их против меня. Я сказал, объяснил детям, что мы виноваты с ней оба. 50 на 50. Понимаете? Вы понимаете сами, что жизнь здесь это не подарок, понимаете? Это угнетает. Давит на душу, на голову давит, все это. Но все равно духовно как-то обогащает. Я пишу стихи. Мой Бог Иисус, я был слепым, сделали операцию, левым глазом вижу. You know, you have sometimes pain in your heart, or when you lay in your bed, that there is nobody who's looking after you, that you're alone on this world. Есть и постоянно, даже сейчас. Я благодарен, что вы приехали, поинтересовались. Это меня хоть порадовало, понимаете? Я хоть немного приоткрыл свою душу. Сейчас людям душу открывать нельзя. Тебе наплюют туда. Понимаете, в чем дело? Поэтому, конечно, если была комната, закрылся, чтобы тебя никто не видел и не слышал. И чтобы никто к тебе не прикасался. Чтобы тебя не унижали, не растоптали. Вы извините, что...
Maar meneer wil me even de toiletten laten zien waar hij iedere dag naartoe moet. So these are the toilets. Oh my god. Hier moeten de mensen dus naar de wc. So you go? Yeah. Every day. You're angry about it. I can understand. It's so dirty. What is your biggest wish for the elderly? Я продолжаю говорить о том, что наше государство сейчас настолько бессильно, мы со страхом ожидаем этой зимы, где холод нас ожидает. Сейчас настолько нет договорных заключений по поводу отопительных газовых систем. И я хотела бы, конечно, улучшить этим людям. Я много жертвую сама. Порой бывает, остаешься так вот, что-то без тарелки супа, чтобы только им удовлетворить. Ну, что я могу? Я, конечно, благодарна тем, которые откликаются. Но люди в церквях тоже нуждающиеся. И не так уж много помощи. У них, говорят, нас своих хватает, кому нужно оказывать помощь, которые по домам еще тоже людей. Samen met haar kijk ik naar de reportage. Ik ga nu naar Nusha. Ze is 84 jaar. Ze woont hier alleen samen met haar nichtje en die verzorgt haar een klein beetje. Maar het schijnt een hele schrijnende situatie te zijn. Ach, joh, kan niet toch. De mevrouw is een beetje bang voor de camera. Ze is 84 jaar oud, woont hier dus in dit arbeiderig huisje samen met haar nichtje en moet dus ook echt hulp hebben. Она одинокая, детей у нее нету, мужа не было. Вот у нее племянница, которая ухаживает за ней. У племянницы мама умерла, они верующие люди. Мама умерла, верующая была. И теперь они одинокие. Одна пенсия только. На одну пенсию вот эту вот. Ну, то, что может помочь. Are there a lot of elderly like Nusha here in Kiev, in Ukraine? Много таких у нас. Вот у нас есть еще там в лагере старушки, которые остались одинокие. За ними никто не ухаживает. Nou, u heeft het gezien, deze 84-jarige vrouw die moet geholpen worden, die kan hier niet blijven wonen. Daarom moet de noodopvang voor ouderen hier in Kiev komen, zodat deze vrouw goed verzorgd kan worden. Daarom, alsjeblieft, stort uw bijdrage op Giro 4567, de namen van Max Maakt Mogelijk in Zoetermeer, onder vermelding van Oekraïne. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Bye. Halleluja. Oké, is goed. Tot ziens. Tot ziens. Het is oké. Hulp voor deze vrouw is inmiddels te laat. Na onze terugkomst in Nederland is ze overleden. En dat is nou net het verhaal. De ouderen in Kiev sterven liever dan dat ze worden opgenomen in de huizen van de staat. Die zijn zo slecht. Het leven op straat is beter. Dit is het bos waar Luda al over sprak. Hier worden ouderen opgesloten en weggestopt voor de buitenwereld. Het lijkt een soort kamp, een gevangenis. Ja, hier schijnen dus ouderen te leven, maar als ik zo om me heen kijk is het gewoon één grote bouwval. Ongelooflijk als dit waar is, maar we gaan maar eens even op zoek. Dit is dus een van de plekken waar de ouderen dus wonen, schijnbaar. Dit is dus de barak waar men veel over praat, waar de ouderen eigenlijk helemaal niet naartoe willen. Maar ja, als je dus helemaal niks hebt, dan is dit je lot, zeg maar. Ik hoor net het verhaal van deze vrouw. Haar kinderen hebben haar appartement verkocht. En het geld opgestreken. Ze hebben haar in een huurappartement gezet. Maar ze kon van haar pensioen de huur niet meer betalen. En daarom is ze nu hier in dit krot beland. Dit is Europa. Dit is Oekraïne. Dat gebeurt ook zoveel, dat de kinderen gewoon over de ouders heen profiteren. Ja.
U heeft nu een aantal voorbeelden gezien van ouderen die echt nu geholpen moeten worden. De winter komt eraan en als dat opvangtehuis voor de ouderen er niet komt, dan gaan ze echt dood. Ze leven nu onder erbarmelijk slechte omstandigheden. Dus het opvangtehuis van Romaan en Wilma moet er komen. Help de ouderen hier in de Oekraïne, in Kiev. Laat ze niet verrotten in deze barakken. Stort uw bijdrage, alstublieft, op Giro 4567, de namen van Max Maakt Mogelijk in Zoetermeer, onder vermelding van Oekraïne. Help de ouderen, alstublieft. Tjoe, dan beelden.